van. Klaassen, het zal toch niet? Het zal toch wel? Wat een debuut! Klaassen, 2-0! Klaassen, wat een geweldige goal! Davy Klaassen kun je met recht een kind van de club noemen. Hij debuteerde 10 seizoenen geleden in het eerste elftal en keerde na uitstapjes in het buitenland in 2020 terug op het oude nest. Een openhartig gesprek over zaken op, maar zeker ook buiten het veld. Aan de hand van zijn Instagram-tijdlijn. Heel lang geleden, wat zal het zijn? 2011 of zo? 2012. Ja. Juli 2012. Ja, dat zien we. Ja, zien een foto van mij die in elkaar geknutseld is. En ik zie, ja, eigenlijk zie ik niet zoveel, want het is nog hele lage kwaliteit. Dus ik zie dat het echt lang geleden is. Heb je dit zelf geknutseld? Nee, zeker niet. Nee. Die heb ik waarschijnlijk gewoon toen ergens gevonden online. Vond ik mooi en besloot dat deze ga ik posten. Ja, dat is lachen. Deze week hadden we een, volgens mij ergens een kookkliniek gingen we doen of zo. En er stond zo'n ding en dachten we, ja, gaan we op zitten. Vroom vroom staat erbij. Ja, nou, we hebben geen vroom vroom gedaan, want het ding stond stil. Maar dat was wel lachen. Ja, Joe is natuurlijk een goede vriend van me, dus het is leuk om zulke oude foto's dan terug te zien. Spreek je Joel nu ook nog? Ja, ik sprak toevallig gisteren nog. En, oh, ja, af hoe is het met hem? Ja, goed. Ja, hij speelt goed natuurlijk. En hij is leuk. We hebben ook nog een groepsapp met een paar jongens. En daar spreken we elkaar nog wel eens in van die tijd. Dus dat zal altijd wel blijven. Ja, dit is mijn debuut voor Nederlands elftal. 2014. Ja, dus zie ik er nog wel een stuk jonger uit daar. Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk een van je hoogtepunten, denk ik. Een van de mooiere momenten die, ondanks dat we 2-0 verloren en totaal niks in te brengen hadden. Maar je debuut voor Nederlands elftal is wel een van je hoogtepunten in je leven, denk ik. Weet je nog wat jij zei? Want je krijgt een haasje en dan moet je toch altijd wat zeggen? Of dachten ze na die 2-0, Davy, laat me zitten? Nee, ik moest zeker wat zeggen. Volgens mij waren er meerdere die dag. Dus dan, als je de enige bent, dan wordt het een soort van groot ding. Maar als er meerdere zijn, dan is het meer zo van, oké, even lopende band. Iedereen doet even, zegt even wat. Dus ik kan me niet meer herinneren wat ik heb gezegd. Waarschijnlijk van, ik ben blij dat ik dit heb mogen doen. En, een droom die uit is gekomen. En we gaan ervoor. Zoiets, denk ik. Prachtige tekst. Het zal niet heel veel schokkend zijn geweest. Ja, ook mooi. Kampioenschap bij Heracles uit. Eigenlijk de eerste kampioenschap dat ik ook echt echt een groot aandeel in had. De kleedkamer is nu daar vernieuwd, maar vroeger was die echt heel klein. Dus daar kon je kon niet eens met z'n allen zitten eigenlijk. En je ziet ook iedereen staat op elkaar en er is totaal geen ruimte. Maar ja, dat zijn wel, dit zijn mooie momenten als je daar aan terugdenkt. Alles wat je nodig hebt, hè? De schaal in je ene hand, een biertje in de andere. Ja, als je kampioen wordt, dan mag dat, hè? Maar dat is het leven. Ja, tuurlijk. Nee, dit zijn gewoon dromen die uitkomen om überhaupt kampioen te worden. En als je er ook nog een mooi aandeel daarin mag hebben en kan hebben, dan moet je dat vieren, vind ik. Ja, dit was denk ik te fijn hoor, denk ik, voor de dag voor de wedstrijd trainen, dan toen nog in de arena vaak. Ja, toen kwam iemand met zo'n vlag aanlopen en ging ik ermee zwaaien. En ik vind het eigenlijk wel een mooie foto dat die zo van achter is genomen met de fans erop. Eigenlijk zit alles wel in deze foto, vind ik. En voor zo'n wedstrijd, zo'n training, dan zie je al die mensen en dan zie je echt wat het ziet iedereen echt wat het betekent en wat er allemaal bij komt kijken. En als je dan hier wegrijdt, als we dan uitspelen, dan dat de fans hier ons uitstaan te zwaaien en zo. Ja, je merkt gewoon alles dat het even iets anders is. Dan ga je niet verzaken. Nee, dat doe je eigenlijk nooit, maar dit is nog een extra push krijg je hiervan. Volgende is mooi, man. Ja, toen kreeg ik gouden schoenen en toen moest ik wat zeggen. Toen ging het even lastig. Ja, vertel eens. Ja. Dan sta je daar en dan ga je vertellen aan de mensen. Bedank je de mensen die belangrijk voor jou zijn geweest. Natuurlijk de mensen bij de club, maar ook gewoon thuis en zo. En op een gegeven moment, toen brak ik even. Dus ja. Die toch overal heen gingen, altijd voor ons klaar stonden. En zichzelf altijd wegcijferde. Dankjewel. Ik krijg die gouden schoen, die krijg ik dan, omdat ik dan degene ben die op het veld het doet. Maar uiteindelijk zijn er zoveel mensen om je heen die je altijd steunen in. Ja, die er altijd voor je zijn. En zonder die mensen kan je dat gewoon niet. Viel bij de volgende foto ook een traantje? Nee, eigenlijk niet. En dat had ik vooraf eigenlijk wel verwacht.
ja, tuurlijk was het wel zwaar om wat dingen daar te zeggen, maar ik weet niet, uiteindelijk brak ik daar niet of zo. Ik weet niet, misschien dat ik me ook daar ook geen zin had om op dat moment emotioneel te worden of wat dan ook. Ajax heeft mij gevormd als speler, maar ook vooral als mens. En ik ben heel trots op mijn tijd hier en bedankt voor alles. En blijf deze jongen steunen, dan komt het allemaal goed. Misschien hielp het ook dat ik al twee maandjes ongeveer weg was. Dus dan is het niet meer dat het echt op dat moment gebeurt, zeg maar. Maar ja, dat was wel, dat is natuurlijk een mooi moment en natuurlijk een mooi tijdelijk afscheid was het dan. En dat deed me wel veel gewoon om te zien hoe mooi dat was. Ja, dat was mijn eerste competitiewedstrijd bij Everton. Wonnen we 1-0 tegen Stoke. Ja, maakte Rooney, zoals je ziet, had hij gescoord. En hij is ook hij is kind van de club daar dan. En ja, ziet hoeveel het met hem deed. Ja, sowieso in heel Engeland, maar zeker bij Everton is hij echt een legend. En op een gegeven moment speelde ik natuurlijk amper, ik speel eigenlijk nooit meer. Dus ja, zover hebben we ook niet gespeeld. Maar ik kon me altijd goed met hem vinden en een heel aardig gozer. Hij was dan wel een beetje wat ouder aan het worden, maar ja, de passes, de gewoon voetbal, gewoon echt een wereldspeler. Ja, ik moet zeggen, ik vond de Bundesliga misschien wel mooier dan de Premier League. Ook omdat ik natuurlijk misschien meer heb meegemaakt. Maar ook de stadions, de sfeer in de stadions, gewoon... Ja, ik weet niet, ik vond de sfeer in Duitsland eigenlijk beter dan in Engeland, als ik heel eerlijk ben. Dus veel mensen misschien, ik dacht ook vooraf, ja, Premier League, dat is het land voor de sfeer en de competitie voor de sfeer en zo. Maar ja, ik weet niet, ik vond Duitsland toch wat leuker qua stadions, qua alles. Volgende is ook een heel mooi moment. Ja, toen dus met mijn vriendin, toen we, ik denk 16 waren of zo, denk ik. Toen waren we overigens nog niet samen, hè. Toen zaten we bij elkaar in de klas wel. Maar jullie aan het daten? Nee, ook niet. Dit was op een, hoe noem je dat ook weer? Dat je met de klas op reis gaat. Gewoon een... Het heeft zo'n naam, ik weet niet hoe het heet. Werkweek. Werkweek. Dus toen waren we zaten wel bij elkaar in de klas toen op dat moment. En toen gingen we werkweek naar Parijs. En toen hebben we deze foto, ja. Ik heb ook een foto met een vriend van me daar op dat moment, maar deze foto was er ook. En een paar jaar later kwamen we echt samen en Maar het was dus eerst, is wel leuk. Het was eerst vriendschap. Ja, we hadden wel een beetje, maar niet iets serieus of zo. Dus ja, deze uiteindelijk met wat we nu allemaal weten is deze foto natuurlijk wel leuk. Dit was in LA, Los Angeles, waren we op vakantie. Dit was toevallig bij een feestje, waren we met Daley en zijn vrouw ook dan. En nog wat vrienden. Snoop Dogg, die kwam draaien. Dus was gezellig zoals je ziet. Had jij op die eerste foto niet al een klein... Had jij dan al stiekem een oogje op haar? Ja, een beetje wel. Maar ik denk zij ook wel op mij. Denk wel een beetje, ja. Zal ze misschien niet zo snel toegeven, maar ja, ik denk het wel. Allebei wel. Toch ook mooi, hè? Je jeugdliefde eigenlijk, toch? Je was piepjong daar. Ja, hier was ik 16 denk ik, ja. Daarna kregen we allebei een andere relatie, maar uiteindelijk toch wel samengekomen. Dus, Begonnen als klasgenootjes. Ja, moest ik haar helpen met de studie en nu... Dat zei jou een beetje. Ja, andersom denk ik eerder. Ja, klopt. Ja, was ik weer terug. Ja. Die dag ervoor zat ik in de auto naar huis. Dus van Bremen reed naar Amsterdam. En toen was het eigenlijk nog niet helemaal rond. Het was nog niet... Maar ze zeiden, kom maar gewoon naar Nederland en dan waarschijnlijk... Ik zou toch al naar Nederland gaan, zeg maar, ik had toch een vrije dag, dus ging ik vaak heen en weer. En toen was ik bijna thuis, ik denk nog een half uurtje. Toen belde mijn zaakwaarnemer, zei hij van, oké, het is rond. Wat gebeurde er in die auto? Ja, ik was alleen, dus ja, er gebeurde niet zoveel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een traantje gelaten, ja, in die auto. En toen kwam ik thuis en was mijn vriendin daar, dus ja, dat was wel leuk. Dat was wel echt ontlading. Ja, ook top. Ja, het is een mooie foto natuurlijk. Ook dat met Daley vind ik ook een extra mooie foto, omdat hij natuurlijk een goede vriend van me is. Waarom is Daley zo'n fijne gozer voor jou? Waarom is hij die vriendschap zo? Okay, nu ga ik hem zomaar complimenten geven en dan gaat hij dat weer tegen me gebruiken. We kunnen het gewoon heel goed vinden. We hebben gewoon dezelfde interesses, dezelfde humor. En met sommige jongens heb je dat gewoon, dan is het gewoon altijd goed eigenlijk. Ja, dit was dan de volgende dag. En liep ik bij Museumplein met die hond. Ik vind het wel leuk omdat gewoon met dat bord erbij en ja, onze hond die daar zo een beetje zo zit. Dus eigenlijk
Ja, klopt deze foto wel allemaal. Leuke hond? Ja, ja, top. Ja, 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 hij ziet er eng uit, hè? Als je kijkt. Nee, hij is heel lief. Hij doet geen vlieg kwaad. Maar hij ziet er eng uit, hij is sterk. Maar het is echt een lui hond. Een lui hond is het. Ik was vroeger bang voor honden, echt bang. Waarom? Oh. Maar nu zou ik niet meer zonder een hond kunnen. Het is gewoon eigenlijk een soort van, ja, we hebben geen kinderen, dus dit is een soort van ons kind, dus hij had het goed verwend. Hoe ging dat dan? Deinst hij dan echt? Wegrennen terug? Gewoon. Ja, zeker. Ja. Ik gewoon af en toe gewoon de weg. Het maakt niet uit of er een weg was of een drukke weg. Of ik ging gewoon rennen. Ja, alleen ja, nu begrijp ik dat als je gaat rennen, komen die honden juist achter je aan. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus ja, nee, ik was echt als de dood voor meerdere beesten, maar voor honden zeker. Ja, deze avond klopt eigenlijk ook alles wel een beetje. We plaatsten ons voor de volgende ronde. Zelf nog de laatste minuut een goal maken. Anthony en ja, Klaassen. 1-3. Dus uiteindelijk vrienden en mijn vriendin op de tribune. Dus uiteindelijk klopt alles in deze avond. Dit is gewoon echt een topfoto. Gewoon met het hele team en supporters erachter. Zoals het hoort eigenlijk.